Helemaal welkom bij een nieuwe video. Is Redken beter dan Olaplex? En daarover hou ik deze video. Ik ga mijn persoonlijke mening geven over Redken en Olaplex en wat ik nu eigenlijk beter vind. Dus lijkt het je leuk? Blijf dan zeker kijken. Als eerste ga ik starten met Olaplex, want voor degenen die mij al langer volgen op mijn main kanaal weten dat ik superveel Olaplex in het verleden heb gebruikt en daar een enorme fan van was, want Olaplex was de it product. En nu, na een lange periode, zijn mijn meningen wel veranderd. Ondertussen gebruik ik Olaplex niet meer zo vaak waar producten staan. En ik gebruik ze eigenlijk niet meer zo vaak, want ik merkte vooral na een periode van 3 maanden. De eerste 3 maanden was het allemaal goed enzovoort. Dan heb ik ook meerdere producten gebruikt enzovoort. Gelijk, ik was een zeer grote fan van nummer 3 de eerste 3 maanden. Maar na 3 maanden werd mijn haar gelijk terug hoe het ervoor was. En werd het uiteindelijk gelijk niet meer. En werd mijn haar alleen maar droog. Veranderen ook de zilver shampoo. Toen ik platinum blond was, deze is zeer goed als je platinum blond wilt zijn. Want deze haalt zeer veel geel pigment in één wasbeurt eruit. Maar maakt je haar echt zo droog. Na al die producten dat ik al jaren heb uitgetest van Olaplex, heb ik overgestapt naar Redken. Omdat mensen mij voorstellen van Redken. Misschien is dit eventueel voor u. En ik was van, dat wil ik toch wel proberen. Dus als eerste ben ik dan gestart met de Acidic Bonding lijn van Redken. Onder andere, dit is nog de shampoo. Ik had ook de conditioner in deze formaat. Maar die is jammer genoeg op. En hier ben ik echt een super grote fan van. Dit is echt een van de beste shampoos die ik ooit al heb uitgetest. Ik heb ook de Bleach Recovery. En hier ben ik ook een super enorme fan van. Zeker als je haar kei vaak ontkleurt, is dit zeker een aanrader. Want haar voelde nooit meer zo zacht ervoor. En met dit was echt van wow, een game changer. Samen met deze, dus deze ene keer in de week en dan een andere week in de dienen, zo afwisselend, dat was ideaal. Ik heb ook nog wat andere producten van de Acidic Bonding. Onder andere hebben ze wat nieuwe producten uitgebracht. En daar ben ik ook al een enorme grote fan van. Onder andere deze. Dit is de Acidic Bonding Concentrate Fine Hair Conditioner. Dus deze is niet zo zwaar als de formaat van dit. Deze is wat dikker, de conditioner daarvan. En deze is ideaal voor mensen die fijn haar hebben door te veel te kleuren of te ontkleuren. En als hun haar is afgebroken enzovoort, dus dat hun haar echt wel verdund is, is dit zeker ideaal. Ook voor mensen bijvoorbeeld die gewoon van hun natuurlijk haar dun haar hebben. Dit is ook zeker een aanrader. Dan hebben ze nog onlangs een nieuwe product in de markt gebracht en dat is de masker. En deze gebruik ik nu sinds vorige week en ik... Ik ben er echt verzot van. Ik gebruikte voordien eigenlijk echt nooit maskers. Dit is echt super goed. 5 minuten in laten werken. Onderhuis kun je er maar op je lichaam scheren. En dan spoel je dit uit. De combinatie met de leave-in conditioner is dit echt wauw. Dit is niet gesponsord of wat dan nog. Ik ben gewoon enorm fan en wil gewoon een persoonlijke ervaring, persoonlijke mening met jullie delen hierover. Want ik had een video eerder gemaakt, maar dat was dan echt zo goed. Dan heb ik ook nog de leave-in conditioner van de Extreme Bleach Recovery. En daar ben ik ook enorm super fan van. Zeker in combinatie met de Acidic Bonding. Soms doe ik ze alle twee. Als ik voel dat mijn haar heeft het nodig, dan doe ik ze al echt gewoon alle twee. En dan heb ik ook nog een andere onlangs aangeschaft. En dat is de 25 Benefits One United Leave-In Spray. En hier, amai, het helpt echt enorm. Ik weet niet of het nu ziet aan mijn haar. Dit is nu wash day. Ik moet mijn haar vandaag wassen, dus ik ga mijn olie treatment doen. Echt, sinds dat ik deze producten allemaal gebruik, met de combinatie met mijn olie treatment, mijn haar heeft nog nooit zo gezond en nog nooit zo zacht gevoeld. Tot de laatste dag dat ik mijn haar moet wassen opnieuw. Ben ik nu Redken beter? Mijn persoonlijke mening, ja. Het prijs-kwaliteit is beter. Het is goedkoper. Het is ook gemakkelijker voor jullie om de producten te kopen. Want bij Olaplex kun je niet alle producten verkrijgen als je geen kapperdiploma hebt. En bij Olaplex is het ook duurder dan voor hetgeen dat is. Ik heb ook al meerdere andere merken te horen gekregen dat beter zijn dan Olaplex. Onder andere is er een V18 hair uitgekomen en dat is natuurlijk veel beter dan Olaplex. Dat zou ik ook nog echt moeten uittesten voor daar echt mijn persoonlijke mening over te geven.
Maar ik ben een zeer grote fan van Redken. En ik ben super blij dat ik dit gamma heb leren kennen. Zoveel langer mee me toe. Het is zoveel beter voor je haar. Daar ben ik echt zeer content van. Als ik producten moest meenemen naar de toekomst toe van Olaplex, zou het toch wel de nummer 7 zijn dat ik zou aanraden. De nummer 3 eventueel ook. Want tenslotte, het heeft mij toch wel de eerste 3 maanden echt wel de kwaliteit van mijn haar enorm verbeterd. Ik zou alleen maar andere dingen nog willen uittesten, maar niet meer terug naar Olaplex. Dus ik vind persoonlijk, ja, Redken is beter dan Olaplex. Hopelijk heeft mijn persoonlijke mening iets bijgebracht voor jullie. Als jullie twijfelen tussen Redken of Olaplex, laat het zeker weten in de comments wat je graag nog zou willen zien qua video's. Of laat zeker je mening weten of jouw persoonlijke ervaring achter van de producten. Zodat anderen ook jouw mening kunnen lezen en ik persoonlijk ook. En dan hoop ik dat je de video super leuk vond. Vergeet daarom zeker niet te abonneren op mijn YouTube kanaal als je geen enkele video wilt missen. Bedankt om te komen kijken. Ik wens jullie nog een fijne dag toe en ik zie jullie graag bij de volgende keer weer. Bye bye!